vergeet maar dat je kind kunt zijn. En vergeet het ook dat wij mensen na zo'n oorlog zeggen van, ah joh, kom op, begin een nieuw leven, vergeet het toch. Want vergeten is, en dat vergeten mensen heel vaak, een van de lastigste dingen die er is. Een kind is geen ding dat niks voelt. Een kind voelt en beleeft wat er om hem heen gebeurt. En dat hebben we ingeademd en in ons lichaam meegenomen. Ja, het gaat vooral over de oorlog in Nederlands-Indië. Het is heel belangrijk dat je weet wat er is gebeurd. We zijn allemaal gewoon hetzelfde, maakt niet uit welke huidskleur we hebben. Je kunt geen kind zijn in een oorlog. Ik ben sowieso iemand die gelooft dat de kindertijd eenmalig is en dat je daar zoveel mogelijk alles in mag krijgen om een goede basis te leggen voor de rest van je leven. Ja, de oorlog in Nederlands-Indië was natuurlijk een afschuwelijke periode, net zoals elke oorlog een afschuwelijke periode is. In Nederlands-Indië was de situatie nog wat gecompliceerder, wat moeilijker, omdat je verschillende bevolkingsgroepen had en de Japanners die in 1942 het land binnenvielen, die hadden een duidelijk onderscheid, maakten ze, tussen verschillende bevolkingsgroepen. Wij waren in Suriname als gezin. Mijn vader is eerder naar Indonesië vertrokken. Hij was in de militaire dienst daar, in de Kanil. En na een paar maanden, hoe lang precies weet ik niet, werd mijn moeder opgedragen dat zij ook naar Indonesië moest. Dus ze wilde het gezin weer compleet maken. Maar toen mijn moeder in Indonesië kwam, toen was mijn vader daar niet. Die was in die tussentijd, was hij dus al opgepakt. En mijn moeder, die moest het alleen zien te rooien. Ze had geen geld, ze had niks. Maar mijn moeder had één eigenschap en dat was kennis van kruiden en kennis van groenten en alles die in de natuur groeide. En ze kon heel goed koken en dat is dan haar redding geweest. Zij heeft altijd ervoor gezorgd dat ze dingen kon klaarmaken, eten kon klaarmaken, die ze verkocht aan mensen en op die manier had zij een inkomen. En dat zij, dus de drie kinderen die ze in die tussentijd had, dat ze die kon onderhouden en kon voeden. Maar ja goed, het was niet zo makkelijk natuurlijk voor haar. Want het was een vrouw die dat moest doen in een vreemde omgeving. Maar één ding wat ik bewonder in haar is dat ze zo snel eigenlijk de taal heeft leren spreken, want ik ga ervan uit dat als jij die soort dingen doet, dan moet je toch op zijn minst dus die taal kunnen begrijpen en spreken. In Nederlands-Indië had je een hele grote groep Indische Nederlanders. Dat waren mensen die geboren waren uit relaties tussen Aziatische vrouwen, vaak Indonesische vrouwen, en Europese, vaak Nederlandse mannen. Tot welke groep behoorde die? Nou ja, dat was zo lastig. Ik ben een mix. Mijn moeder is Arabisch. Mijn opa is Indo. Mijn oma, dus de moeder van mijn vader, is Chinees uit de Molukken. Die heeft moeten vluchten van RMS uit de Molukken naar Jakarta, overigens. En ik ben een mix van alles. Ik heb hier, dit is het wapenschild van Indonesië. En hier staat Bhinneka Tunggal Ika, wat eigenlijk betekent, het betekent eenheid in verscheidenheid. Wat inhoudt, ja, dit is ja, Indonesië, je hebt zoveel verschillende stammen, dorpen, verschillende, ja, als je zal praten over etniciteit, ja, etniciteit. Een heleboel Indische Nederlanders die probeerden toen ervoor te zorgen dat ze vanwege hun oermoeder, die Aziatische moeder, ook gerekend zouden worden door de Japanners tot de Aziaten en dan
konden ze buiten de kampen blijven, want andere mensen werden allemaal opgesloten in kampen en soms erger nog, te werk gesteld in aan vreselijke Japanse projecten zoals de Burma-Siam spoorweg in Thailand en Burma of in Sumatra waar ook een spoorweg moest worden aangelegd of in de fabrieken in Japan. Nou, dat was dus iets wat mensen probeerden te vermijden. Andere Indische mensen, ja, die werden opgesloten omdat ze toch werden vergeleken met Europeanen of werden gerekend tot die Europese groep, de samenzweerders met de blanke kolonialen. Mijn vader heeft voor het knel gekozen. In eerste plaats voor het gezin te onderhouden. Hij kreeg natuurlijk een vast inkomen, vast salaris. En daar is met name het onderkomen van zijn gezin, zeg maar, duidelijk, de safe. Ik kan daarmee wat ik geld verdienen, dat ik dan kan mijn gezin onderhouden. Dat is natuurlijk beter als zijn gedachtegang, dat ik ging jagen op vissen of zwijnen en dat soort dingen. Als je 17 jaar bent, denk ik van ik wil de dienst in, zo van nou dan kan ik me voor mijn gezin zorgen. Ben je 17, hè? Wil je voor je gezin zorgen? Wel een kind van 17 zegt, over tienervaders gesproken. En je weet dus, als je gewoon zou worden, dan zul je de gevolgen wel ervaren. En die ervaringen, die waren minder leuk. Voor de kinderen was de situatie natuurlijk afschuwelijk. Want wat gebeurde er? Ook kinderen werden opgesloten. En de kinderen werden opgesloten als ze onder de 12 waren, bij hun moeders in het kamp, in de zogenaamde vrouwenkampen. Want daar maakten de Japanners ook nog een onderscheid tussen vrouwenkampen en mannenkampen. En moet je dus voorstellen dat je, als je als kind in een kamp terecht bent gekomen, eigenlijk altijd nog iets van dat kind in zo'n oorlog in je blijft houden. En dat je dat altijd op een of andere manier met je meedraagt. Lopen. Juist dat wat ik niet meer deed als kind. Geen echte herinnering, wel een beeld al jarenlang geworpen worden in de horizontale stand. De stand van de doden. Het enige dat we konden, wel kon lopen en zwieren, waren de gedachten. Dit is bepalend voor mijn leven geweest. Ja, wat het doet is, je ziet hier de kinderen, hè? En wat ik altijd zeg, de volwassenen hebben niet begrepen dat die kinderen veel meer begrepen dan zij wisten. Maar we konden het nog niet vertellen. Wat ik natuurlijk altijd voel, zelfs nu nog, is ik hoor nergens bij. Ik ben niet blank, ben niet donker, ben niet dood, ben niet levend. Ergens denk ik dat nog altijd zo. Je kunt geen kind zijn in de oorlog. Je moet zo alert zijn, zo wakker zijn, zo je bewustzijn bij alles hebben. En vaak is dat zo'n hoog bewustzijn, die als volwassene misschien al heel hoog is, maar als je ze als kind moet opbrengen, ja, dan ga je een kind overvragen. En als je een kind met een bewustzijn zo gaat overvragen, dan gaat het ten koste van de groei van het lichaam, ten koste van de groei van de organen, wat dan op latere leeftijd weer gaat weerspiegelen. Ja, want dan krijg je een lichaam dat gebreken heeft, maar doordat een lichaam gebreken heeft, kan ook de zielen en geesteskwaliteiten kunnen zich moeilijker ontplooien en krijg je daar ook weer stoornissen in. Dus kind zijn in oorlogstijd, nee, dat is bijna, dat kun je niet met elkaar verenigen. Toen wij in het kamp kwamen in Lampersari, toen had ze diezelfde overlevingsdrang. Hè. Zij had eigenlijk als, tegenwoordig zou je zeggen als job, het schoonhouden met de kinderen. En dat deed ze ook. Maar zij zorgde ervoor dat ze in de buurt van de keuken was. Waardoor ze, als de mensen bezig waren om te koken, kon ze zeggen van nou, je kan dit gebruiken of nou, doe dat of doe dat zo. Waardoor het bij de mensen die in de keuken kookten opviel van hé, wacht eens eventjes, die vrouw die weet er toch wel het een en ander van. Zodat ze op een bepaald moment toch wel
die uitnodiging kreeg van kom koken. Kijk, en dat was heel slim van haar, want in het kamp was dat dus allemaal, ja, weinig eten. En je hebt opgroeiende kinderen, die moeten eten. En dan kom je daar in die keuken waar je kan koken, dan ben je dichtbij het eten. En dat is iets waarvan ik altijd heb gedacht van, goed slim geweest. Nou ja, dat was natuurlijk afschuwelijk voor een kind om mee te maken. Dat ten eerste, hè, dat je een situatie hebt waarbij je opeens ziet dat sowieso je vader al verdwenen is, opgesloten in een kamp. En dat je moeder opeens iemand is die, nou ja, moet zien te overleven met andere vrouwen in een kamp. En natuurlijk heel primair, heel ja, fundamenteel, zoals we dat met een moeilijk woord zeggen, heel belangrijk. Je moest aan eten zien te komen. Nou ja, al dat soort hele normale dingen, daar moest een moeder nu opeens in zien te overleven. Kijk, ook in het kamp was er een bepaalde hiërarchie. En je had, wij behoorden tot de donkere mensen, dan had je de witte mensen, je had de nonnen. En de nonnen die kregen op de een of andere manier toch iets meer eten als de rest. En wat zag ze dan op een dag gebeuren? Hadden ze kip, maar het was nog warm. En zij dacht, wacht eventjes, dat denk ik dat zij dat dacht. Dit is goed voor mijn kinderen. Dus ze heeft een paar stukken kip, die nog bloedheet waren, heeft ze opgepakt en in haar borst gezet. Waardoor ze dus eigenlijk bij haar borsten verbrandde. En dat is een donkere plek die altijd gebleven is bij haar. Dus als wij het zagen als kinderen, zeiden we, oh kijk eens aan, daar heb je dat kampplekje van je. De Japanners die hebben toen opa eens een keer gezegd van, nou, je gaat voor ons eten bezorgen. En we hebben gewoon zin in wild zwijnvlees. Dan ga je maar op jacht. In je eentje of met je jury, moet je zelf weten. Mocht je met niks terugkomen, dan zul je worden gedood. Inclusief jouw gezin. En opa was natuurlijk heel geschrokken en natuurlijk nene ook, hè, oma ook. En toen heeft hij toch gebeden, ten eerste plaats de voorouders en de tweede natuurlijk God, van laat me niet in de steek, laat mijn gezin in de steek. Laat me toch iets vangen daar in het oerwoud, in het bos daar, want anders dan heb ik een heel groot probleem. En gelukkig zijn ze mijn gebeden verhoord door God, mijn voorouders, en had een wild zwijn kunnen vangen. En zodoende werd hij ook toch in zijn ervaring toch weer gerespecteerd door de Japaner van, hey, die man kan jagen. Dat heeft hij goed gedaan. Mijn moeder werd in dat kamp meteen echt ziek. Dus we hebben haar helemaal niet meer gekend. Vreemde mensen hebben voor me gezorgd. Sommigen goed en sommigen niet goed. Dat ze ook eigenlijk mij gewoon maar eten op de grond hebben gezet voor de kinderen die geen vader en moeder hadden. En dat eten, daar kwam ik dus niet aan te pas, alsof we hondjes waren. Wat hij me vaak vertelde, dat de Japanners waren heel streng. Iedere keer als op een gegeven moment de mensen moesten opstaan, de gevangenen, moesten ze dus het Japans volkslied moesten meezingen tijdens het hijsen van de Japanse vlag. En als ze die deden, dan was gewoon gestraft. Dus geslagen met name. En ja, dat moesten ze gewoon. En als kind maak je dat mee. En dat was natuurlijk iets wat blijvende sporen achterlaat. Mijn vader was al volwassen, die was militair toen de Japanse oorlog uitbrak. En nou ja, die is gevangen genomen en die is als militair afgevoerd naar Burma en Siam. Maar zijn jongere broers die zijn wel in jongenskampen en mannenkampen opgesloten geweest. Nou ja, en daaraan zie ik, nou ja, uiteraard, en dat hoef ik nog niet eens toe te lichten, heeft mijn vader zijn hele leven lang last gehad van het feit dat hij in een kamp heeft gezeten. Dat beruchte Burma-Siam spoorwegkamp.
Maar zijn jongere broers die samen met hun moeder in een vrouwenkamp hebben gezeten en daarna in een mannenkamp, die hebben ook altijd hun hele leven lang last gehad van, ja, wat wij dan noemen het kampsyndroom. Mina, mina, si, mano, languro, namusume, mina de odoro, yo, canarino, yoko, kede. Ik zei, hij is knelmilitair geweest. Ze hebben gevangen met andere, soldaten. Het was een vrolijk, goed gehumeurd mens. Ja. Van iemand die dat heeft meegemaakt. Het is oorspronkelijk een Molukse liedje. En die couplets gaan meestal over het leven daar. En met name tijdens het gevangenschap van mijn vader. Hebben de Japanners toen op een gegeven moment het refrein in het Japans natuurlijk vertaald. En een van die punten die in ieder geval onze ouders, of mijn ouders, haar opa en oma hebben zeg maar, ervaren, is dat je ook van elkaar iets kon leren. En wat ik van mij, van mijn ouders heb geleerd, dat er toch heel vaak ook muziek wordt gemaakt. En ook vaak ook wordt gezongen en ook wordt gedanst. Oorlog is niet romantisch en het is belangrijk dat we vertellen hoe naar oorlog was, maar er gebeurden natuurlijk ook grappige dingen en dat vertellen ze soms liever om de mensen dan de nare dingen. Ja, mijn moeder die was zelf natuurlijk na de oorlog, durfde ze het leven niet meer zo aan en ze had een paar kinderen die er niet meer kenden. Die zei de zuster tegen de. Haar man was gestorven in Indonesië, in Burma. En soms voel ik me nu nog wel eens schuldig. Dat ik denk, die arme man, ja, hij heeft niks misdaan. Hij is gewoon doodgegaan. Het laat je nooit meer los. Dingen maar haken zo diep in een mensenleven en in een geheugen van een mens, dat je door soms, nou ja, onvoorspelbare dingen die heel normaal zijn. Ik zit hier bijvoorbeeld nu in een prachtige omgeving in de Hortus. En mijn oom had bijvoorbeeld, toen hij een keer toevallig ergens bamboe zag, dat hij helemaal weer terug was in zo'n kamp. Het uitzicht vaak ook heel fysiek. He, dus het kan zich in buikpijnklachten die niet begrepen worden uiten. Het kan zich in menstruatiestoornissen uiten die niet begrepen worden. Het uit zich heel vaak ook in spier- en gewrichtsklachten. En ja, he, natuurlijk moet je als arts kijken van, nou, zijn daar inderdaad oorzakelijke factoren aan te wijzen. Maar als dat niet zo is, dan moet je inderdaad kijken naar een stukje verleden. En dan merken van, hé, in het verleden is daar iets gebeurd wat de oorzaak is van deze klachten. Mijn opa had meer die trauma's meer met slapen. Dat hij dan wakker wordt met nachtmerries. En hij had ook een rode vlek hier bij zijn gezicht. Waarschijnlijk ook door al die slagen op zijn hoofd. Maar als je mijn opa zou kennen, dan zou je denken, die man heeft nog nooit in een kamp gezeten. Hij is altijd positief en altijd vrolijk. Maar je zal, dat is ook één ding, maar je zal mijn opa nooit zien lijden. Dat is één ding wat hij, ik weet niet of hij dat de buitenwereld niet gunde, zijn zwakheid te laten zien. Nee, ik heb alleen één keer in zijn ogen angst gezien. En dat was het moment dat hij zijn hartoperatie kreeg en kwam te overlijden. Dat was de enige keer. Ik heb nog nooit angst in zijn ogen gezien. Nooit. Nee. Ja. Ja, je maakt dus bepaalde dingen neem je mee. Maar ik moet daaraan toevoegen dat naarmate je ouder wordt, ga je over een heleboel dingen denken. En ook door het graven van mijn man en mijn zoon. Van dit zit zo en dit zit zo. Daar gaan de luikjes open, zeg ik altijd. Dan denk je van, oh ja, zo en zo en zo. En dan kom je tot de conclusie van, het was toch heel erg knap datgene wat ze heeft gedaan. En de verantwoording van drie kinderen.
had ze. En, nou ja, goed, en dat heb ik altijd toch wel inner bewonderd. En dat, die bewondering die wordt groter en groter naarmate je zelf ouder wordt. Ik weet zeker dat mijn dochter het meegekregen heeft. En zelfs voor de geboorte, want ik was onzeker. Ik geloofde niet dat ik een goede moeder kon zijn. En ik had keurig lang gewacht voordat we eindelijk een kindje maakten. En ik geloofde niet in mezelf. Het leuke is dat vanaf dat ze geboren was, wauw, ik was blij. En dat had ik niet durven denken voor de geboorte. Dan blijkt dat vaak het verleden van de ouders zelf, het Indische oorlogsverleden, de ellende, de afgrijzelijke dingen die zij hebben meegemaakt, die doorwerken in hun opvoeding. En dat zijn ze zichzelf niet bewust. Ze zijn volstrekt eerlijk. Ze willen het beste voor hun kinderen. Ze willen dat hun kinderen goed hun best doen, zodat zij het beter zullen hebben dan zij. Ja, gaat het niet goed schiks, gaat het kwaad schiks. En dan zie je eigenlijk hetzelfde wat die ouders in de kampen hebben meegemaakt. Dezelfde reacties tonen ze ook naar hun kinderen. Dus er wordt geslagen. Er zijn onverwachte boosheidsuitvallen, onverwachte straffen om iets. Ja, moet daarvoor gestraft worden, kun je dan later afvragen. Als een kind 12 werd, als een jongen 12 werd, dan werd hij opeens tot de mannen gerekend. En dan werd hij weggehaald uit het vrouwenkamp en moest hij naar het mannenkamp. En dan was het regime nog veel zwaarder, was het leven nog veel moeilijker en veel harder. Hij moest toen uiteraard ook werk doen zoals de mannen en had toen ook niet meer de bescherming van een moeder. Op een dag moest betrokken is mijn opa, in de maand oktober, dat was in 1942, voor mijn moeder naar de Passar. Hij gaat op de fiets en plotseling stopt een truck naast mij en ik moest mee met de Japanners. In 1942 was mijn opa 13. Hè? Het werkkamp is omheind met prikkeldraad en wordt bewaakt door Japanse soldaten die met een geweer gewapend zijn. Er zijn ongeveer 200 tot 300 jongens, zowel Indonesiërs als Indische Nederlanders. We zijn gehuisvest in barakken van bamboe gemaakt. Als Romusha, dwangarbeider, moet betrokkenen werken bij de wegaanleg. Ze worden per truck naar hun werk vervoerd. Tijdens het werk is betrokkenen door Japanse bewakers geslagen, zowel op zijn hoofd en lichaam. Hij verzet zich ertegen en smakte de kampcommandant tegen de grond. En als straf worden 40 jongens Romusha's onthoofd. Betrokkenen en de anderen worden gedwongen naar deze onthoofding te kijken. Na 6 maanden is betrokkenen sterk vermagerd, heeft hongerodeem en wordt naar huis gestuurd. Ja, hij heeft dat als 13-jarige jongen moeten meemaken. Ja, ik vind dat het aan ons is om ouderen bijna te troosten, hè, en te omarmen voor wat ze hebben meegemaakt in de oorlog. Te erkennen, ja zeker. Te luisteren. Eindeloos te luisteren. En vervolgens hen op, toch zou je kunnen zeggen, gerust te stellen bijna in de zin van, we zullen het niet vergeten, maar we zullen het ook doorgeven. Dus juist die verbinding van, er is één wereldoorlog. En die speelde zich hier af en speelde zich in Azië af, vind ik altijd in mijn familie heel erg aanwezig. Mijn zus en ik heb een zus die is iets ouder dan ik ben nu 64, we zijn echt van na de oorlog. Eigenlijk door mijn ouders opgevoed heel vrij. Met hun uitdrukkelijke bedoeling, we gaan kinderen niet belasten met wat wij in de oorlog hebben meegemaakt. Maar mijn vader is is in de oorlog in Den Haag geweest. Hij heeft geprobeerd naar Zwitserland te komen. Veel later begreep ik pas dat hij dat wilde doen, om toen al naar Nederlands-Indië te gaan om in het KNIL ook tegen de Japanners te vechten. Later heb ik natuurlijk met mijn vader veel politieke discussies gehad over Indonesië en Nederlands-Indië, de decolonisatie. En daardoor heb je toch niet alles begrepen wat hij heeft meegemaakt, wat zij in de familie heeft meegemaakt.
Ja, en toen, toen kwam de bevrijding. In 45. In Nederland al eerder, in mei 45. En terwijl hier in Nederland dus iedereen gelukkig na zo'n vreselijke periode feest vierde en probeerde het land weer op te bouwen en zichzelf weer bij elkaar te rapen, was de oorlog in Nederlands-Indië nog niet afgelopen. Die duurde nog voort tot augustus. En daar kwam, en dat weet iedereen neem ik aan, pas een einde aan toen de Amerikanen een atoombommen hebben gegooid op Hiroshima en Nagasaki in Japan. Toen kwam de bevrijding. Alleen, dat bleek achteraf geen echte bevrijding te zijn. En moet je je voorstellen als je een oorlog achter de rug hebt. Mijn vader werd bevrijd uit het krijgsgevangenenkamp. Mijn moeder kwam uit een ander kamp, op Celebes. En toen bleek dus dat ze niet echt vrij waren. Want er diende zich opeens een nieuwe oorlog aan. In ieder geval zoveel ongeregeldheden dat ze niet wisten of ze wel veilig waren. In Nederlands-Indië was namelijk doordat er een oorlog had plaatsgevonden en de Japanners daar aan het bewind waren geweest, waren er Indonesiërs die vonden van hé, wij willen onze eigen zelfstandigheid. Wij willen niet meer een kolonie zijn van Nederland. Wij hebben het recht, en dat besef hebben ze vooral ook, dat was er al natuurlijk voor de oorlog, maar dat is nog meer versterkt door de Japanse bezetting. Wij willen onze eigen onafhankelijkheid. Wij willen zelf zijn, een land zijn en onze eigen natie besturen. Dus die kwamen in opstand. In de tijd toen de oorlog afgelopen was, de Molukken, die behoren nogmaals tot Oost-Indonesië. En ze hadden dus zeg maar het recht om uit Oost-Indonesië te treden. En ze kwamen voor het niet goed. Ze zeggen nee, ik wil alles één maken. Niet Molukken apart of Atje, een ander eiland, ook apart. Nee, ik wil dit niet doen. Nee, alles één. En toen kwamen de Molukkers in opstand van nee, dat willen wij niet. De Indonesiërs werden door de Nederlandse mensen, werden ze extremisten genoemd. Terwijl het eigenlijk, mijn opa snapte dat het waren niet eigenlijk extremisten. Ze vochten om hun eigen vrijheid. Dus ze werden gezien als terroristen door de Nederlanders. Maar eigenlijk, wie zijn nou de terroristen? Eigenlijk zijn de Nederlanders de terroristen. Omdat jullie horen daar niet. Jullie hebben een land afgenomen van mensen die daar al waren. En dat was de besieptijd van maak jezelf klaar. We vechten terug voor ons eigen land. Er waren opstanden, er waren ongeregeldheden. De republiek, de zelfstandigheid van de Republiek Indonesië werd uitgeroepen. Dus kortom, het was een volledige chaotische situatie. Mijn vader, die dus net bevrijd was uit het krijgsgevangenenkamp, die werd direct na een paar maanden weer ingezet om in Nederlands-Indië zogenaamd de rust en de orde weer te herstellen. Met andere woorden, hij werd weer een oorlog ingestuurd als militair met zoveel andere knilmilitairen. Het is gewoon heel erg, want hij was een paar maanden heeft hij dus gezeten in de Jappenkamp. Toen werd hij vrijgelaten. Hij heeft 3 dagen vrij rondgelopen, naar huis gegaan. En vervolgens werd hij zijn vader opgepakt weer. En toen werd hij naar een andere kamp gestuurd. En dat was dan het aanbreken van de Bersiab-tijd. Wat eigenlijk in principe als je Bersiab vertaalt in het Engels is het eigenlijk get ready, is eigenlijk Bersiab is jezelf klaarmaken. En dat was eigenlijk de revolutietijd voor de Indonesiërs. Ze maakten zich klaar voor de strijd om Indonesië voor zichzelf terug te winnen. Heel veel mensen hebben het leven verloren tijdens die ongeregeldheden. Vooral direct na de bevrijding tussen augustus 1945 en 1946. Afschuwelijke periode, en ook die periode, en dat weet ik vanuit mijn eigen familie bijvoorbeeld, heeft ongelooflijk diepe wonden geslagen. Heeft ontzettend veel
trauma's met zich meegebracht. Er waren twee oplossingen. De Molukse militairen kunnen zich laten demobiliseren. Dat betekent opgaan in het leger van Sukarno, zeg maar. Of teruggaan naar Nederland voor een tijdelijk verblijf. En toen heeft de regering in Nederland toenmalig gezegd, nou, op dit geval willen wij dus de Molukse gezinnen teruggaan naar Nederland voor een tijdelijk verblijf van 6 maanden. En toen heeft men besloten om de Molukkers hier naartoe te verschepen. Nogmaals, op dit geval en voor een tijdelijk verblijf van 6 maanden. En met de belofte dat zij dus een vrije Molukken krijgen, of zouden krijgen, maar dat is nooit gebeurd. Ik denk dat men er hier te weinig van op de scholen krijgt onderwezen. En dat over het algemeen men er ook niet echt heel veel van weet. Van wat is daar gebeurd die tijd? En waarom zijn er op een bepaald moment boten uit Indonesië gekomen? En daar zaten mensen uit Indonesië op, bijvoorbeeld de Molukkers. Nou, toen de oorlog over was, zijn we niet meteen naar Nederland toegekomen. Ik herinner me het schip waar we op kwamen. En ik herinner me dat we in Nederland aankwamen. En dat was een rare herinnering, want we hebben ons half doodgelachen om die lelijke mensen in IJmuiden. Die waren mensen met hele vieze rode wangen. Nou, ik heb wel van mijn oma heb ik natuurlijk wel dingen gehoord. Maar ja, daar heeft ze eigenlijk nooit zoveel over verteld, over de tocht aan zich. Alleen dat het ontzettend koud was toen ze hier aankwamen. En het grappige was wel dat ze tot haar laatste dag met koude dagen wel haar sarong aan bleef trekken met kabaya en joggingbroeken ronden. Ja. En in de herfst ook echt kastanjes ging rapen. Ja. En dat soort dingen. Op een bepaald moment toen gingen er mensen vanuit Chidang die gingen naar Australië. En, maar Australië die wilde geen donkere mensen hebben. Dus wij kwamen er niet voor in aanmerking om naar Australië te gaan. En vandaar dat we op de boot moesten blijven. Toen mijn opa dus met zijn familie weer terugging naar Nederland met de boot, waren ze dus bij Zuid-Afrika waren ze aan land gegaan. En mijn opa heeft daar ruzie gekregen omdat hij naar het toilet ging voor witte mensen. Want er waren 2 toiletten, eentje voor kleurlingen, eentje van wit. En mijn opa had zoiets van, nee, ik ga in die witte. En dat zijn die dingen die wel herkenbaar zijn in mij, want ik ben ook rebels. Ik zou denk ik ook hetzelfde hebben gedaan. Maar daardoor heeft hij wel problemen gekregen. En als hij niet op tijd snel teruggegaan was naar de boot, was hij in Zuid-Afrika in de gevangenis gezet. En die mannen die hebben zoveel dingen meegemaakt en vervolgens komen ze terug. Gaan ze een gezin stichten en gaan ze dan maar noodgedwongen op in de vaart der volkeren. Hier een normaal gezinsleven proberen op te bouwen. Nee, ik vind het echt heel bijzonder. En heel, Door die hele situatie in Indonesië, mijn vader die werkte dus in het kamp, in het leger, in de kaneel. En hij was op een bepaald moment ook geïnterneerd. Kende ik mijn vader niet. Ja, mijn moeder die was zelf natuurlijk na de oorlog, durfde ze het leven niet meer zo aan. En ze had een paar kinderen die er niet meer kende. Die zei de zuster tegen de. Haar man was gestorven in Indonesië, in Burma. En ze had een nieuwe man die ook uit het kamp kwam en die ook moeilijk was. Dus het gezin, wij waren geen gezin. Toen mijn vader voor het eerst kwam in Nederland en naar ons toe kwam, toen heb ik mijn vader eigenlijk bewust leren kennen. Want we wisten dat we zouden komen, dus we zaten te wachten totdat we de bel hoorden. En we hoorden de bel, er was een auto voor de deur en hij stapte uit met zijn plunjeszak. En dan kijk je en dan zie je, dat is mijn vader. Kijk, en andere kinderen die je dan ontmoette op school,
die hadden al, de meeste van ze, die hadden hun vader en jij niet. En nu hoorde je erbij wat je kon zeggen van, mijn vader, ik heb een vader. En dat was heel bijzonder, die kennismaking van die vader die je dan in levende lijven zag, wel over gehoord. En wel dat je moeder kon vertellen, maar je kende hem niet. Ik weet dat opa, heeft oma niet verteld, mijn vader heeft dus ook als scheepskok heeft daar gewerkt op die boot. Hij heeft gekookt. Daar heb ik mijn kooktalent dus. Ja. Echt waar, dat heeft hij dan gedaan een tijdje, ja. En voor hem is dat ook kombuis. Heel fijn. Ja, kombuis. Het is heel fijn dat hij dat ook die ervaring heeft opgedaan, want toen wij dus hier kwamen, ging hij ook vaker in de keuken staan om te koken. En voor gelukkig was dat natuurlijk een heel raar verschijnsel. Een man koken, dat kan niet, hè? Nou, ik denk dat heel belangrijk is dat er bewustzijn komt voor het verleden. Het is natuurlijk wel, wie zijn verleden niet kent, heeft ook geen toekomst. Ik denk dat dat heel erg waar is. Ze praten nooit over, mijn vader en moeder praten nooit over. Toen zei je zelf begon van, god, pap, mam, hoe was eigenlijk de Japanse tijd toen jullie daar waren? Dat zwijgen, ja. Het heeft me heel erg gefrustreerd. Toen mijn vader nog leefde, heb ik toch heel voorzichtig telkens geprobeerd om vragen te stellen. Zeker toen ik al wat ouder werd en er steeds meer van wist door mijn studie, door het schrijven dat ik deed. Maar ik heb hem niet echt kunnen verleiden om uitgebreid te vertellen. En daar heb ik op een gegeven moment ook vrede mee gehad, omdat ik tegelijkertijd vind dat mensen ook het recht hebben om te zwijgen als iets kennelijk zo pijnlijk is of zo moeilijk is. Ja, wie ben ik om dan iemand daartoe te dwingen om te spreken? En ik denk, ja, dat verleden, dat is zeker dat Indische verleden, ja, daar is in Nederland is daar nooit aandacht aan gegeven. Gelukkig komt daar nu de laatste jaren wat meer bewustzijn voor en wordt daar steeds meer over verteld. Zijn er gelukkig mensen die van de eerste generatie die nog hun verhaal kunnen en willen vertellen. En ik merk dat dat hele rijke verhalen zijn waar zeker de jongeren met hele grote belangstelling naar luisteren en dat ook willen weten. En ook zoiets hebben, ja, maar dat is mij nooit verteld, dat heb ik nooit geweten. Nou ja, om te beginnen heeft het eigenlijk mijn leven, als ik me dat realiseer, heel erg bepaald. Het heeft ervoor gezorgd dat ik ben gaan lezen over de oorlog in Nederlands-Indië. Dat ik ben gaan studeren, twee vakken, waar ik, nou ja, me bezig kon houden met die geschiedenis. Hoe zat dat? Want het vervelende was natuurlijk, en dat zullen kinderen nu nog helaas ervaren, dat er in ons onderwijs heel weinig over die oorlog en over de kolonie Nederlands-Indië wordt gesproken. Heel weinig informatie is daarover bekend. En mijn drijfveer was van, ja, ik wil dat weten als mijn vader en mijn moeder ook er niet over spreken. Dan moet ik zelf maar op onderzoek uitgaan. Nu word ik wel eens aangesproken op straat omstreeks 4, 5 mei door kinderen van school. Mevrouw, heeft u de oorlog nog meegemaakt? En hoera, er is er eentje die nog zegt ja. Alleen, dan denken ze aan de wereldoorlog met Duitsland en ze denken niet aan de oorlog in Azië. Zelfs een heleboel volwassenen in Nederland weten dat helemaal niet. Onderwijs, ja, op school, de basisschool, heb ik niet echt veel meegekregen over geschiedenis van Indonesië. Dat is weer mijn achtergrond. Nederlands-Indië. En dat vind ik wel jammer, want hierdoor weet ik gewoon dat mijn dochter ook weinig kennis ervan meekrijgt. En ja, aan de andere kant denk ik bij mezelf van, ja, het is aan de ene kant wel logisch, want geschiedenis wordt eigenlijk geharmoniseerd, geschreven door de overwinnaars. En
uiteraard willen ze zichzelf wel mooier laten voorkomen. Dus logisch dat je dan weinig op school te horen krijgt over hoe het echt is verlopen in Indonesië. En dat was niet zo mooi als hoe ze je laten denken. Meer dan de helft van het kaneel bestond uit Indonesische bevolkingen. Javanen, Ambonese, Soedanese, Madurese, bijna allemaal beroepssoldaten. Ja, het doet wel iets met je, want je voelt aan meelijden met de mensen die het meemaken. Vooral als je hoort hoeveel slachtoffers er zijn die er gewoon betrokken mee worden. De rol van het onderwijs is vooral de kinderen verhalen vertellen. Laten weten wat er vroeger is gebeurd en waarom ze het moeten weten. Want het is niet alleen een verhaal vertellen en dan ben je klaar, maar uitleggen waarom ze dat moeten weten, zodat het niet nog eens gebeurt. Hè? Kijk, dat verhaal van Indonesië, dat is helemaal niet bekend. Elke dag werd er 2 keer oproep gehouden. 'S morgens al om 6 uur, weer of geen weer. Waarom moeten we toch steeds opnieuw geteld worden? We staan hier al 2 uur. Vaak werden we gestraft. Waarom wordt Truus zo geslagen? Ze heeft geen nummer op haar kleding. Wij hebben het beeld hier op Holendrechtplein hebben geadopteerd. En er zijn altijd een stukje Nederlands-Indië, zoals het vroeger werd genoemd, erbij. Dus dat wordt er altijd een beetje bijgehaald. En daar, omdat wij dat beeld hebben geadopteerd als school, zijn wij daar ook mee bezig van. Wat is er eigenlijk gebeurd? Hoe zit het met die geschiedenis? Want dat komt niet in ons geschiedenisboekje voor. Dus dan moet je op een andere manier iets verzinnen om het toch naar voren te halen, om die kinderen er toch mee bekend te maken. En heel van Maleisië, Sumatra zijn dan naar Nederland gekomen. Maar dit is allemaal vroeger Nederlands-Indië. Ik probeer toch meer begrip voor elkaar te kweken. Hè? Dit is een setje. Ik vind het bijvoorbeeld nu heel belangrijk dat er aandacht is voor wat vluchtelingen hebben meegemaakt in hun eigen land. Laat alsjeblieft niet weer zo'n sluier van zwijgzaamheid ontstaan over en voor kinderen of volwassenen die weggevlucht zijn uit hun eigen land voor oorlog en geweld. Mogen we er alsjeblieft over praten of denken, ons inleven, proberen in te leven alweer? Mijn opa was geen, opa en oma waren geen vluchtelingen. Mijn opa was een werknemer van de van het Nederlandse Koninkrijk. En mensen die hun thuis in een oorlogsconflict moeten ontvluchten, zeker erg. Dat is zeker erg. Maar ik vind het wel heel erg voor ze. Ik kan het wel begrijpen waarom mensen dat doen. Maar ik kan me niet in hun schoenen plaatsen. Nou, ik denk dus vaak als ik die vluchtelingenkindertjes zo binnen zie komen, dan denk ik ook van, goh, ik was ook zo'n kindje. Ja, dus er zijn bepaalde overeenkomsten. Want toentertijd was het ook dat men keek van, hey, waar kom jij vandaan en wat moet je hier? En ook zeggen van, goh, jij bent donker en ga je niet alles van ons afpakken? En dat zijn bepaalde dingen die je nu ook weer hoort over die vluchtelingen. We zijn volgens mij 2 kinderen uit groep 6. Ik weet van eentje, hij komt ook uit Syrië, maar ik weet niet heel veel over hem. Ja, zijn 2 kinderen, ja. Maar een jongen heeft ook een broertje en die zit in groep 1, 2 en die heeft het wel moeilijk gehad, ja. Dat heb ik wel gehoord. Een meisje, Bara'a, ze zit in groep 7 en ze komt uit Syrië. En ze had ons verteld dat ze gevlucht is. Ja, ik denk dat hè, als ik naar de kinderen van nu kijk, de vluchtelingenkinderen, dan zie ik daar eigenlijk ja, eenzelfde proces zich voltrekken. Hè, kinderen die moesten vluchten met hun ouders,
vanwege het oorlogsgeweld in hun eigen land. Ze zijn hier naar Nederland gekomen, ze zijn gevlucht, zijn op een bepaalde manier opgevangen. En dat is wat ik nu ook hoor van de oude Indische mensen, die zijn, wij zijn hier ook opgevangen in Nederland. Maar goed, wij kregen wel kleding, wij kregen wel dingen, maar moesten dat later allemaal terugbetalen. Dit papiertje daar staat over hoe we zijn opgevangen, dat we geld gekregen hebben, dat we behoefte aan opvang hadden. En binnen uw district, ze werd steeds gepraat over district, ik denk dat ze dat bij de vluchtelingen nu ook doen. En goed bewaren deze kaart, anders besta je weer niet, hè? Zonder papier besta je niet. En nu zien we dat de nieuwe vluchtelingen, om ze zo maar te noemen, ja, die krijgen hier toch op een gegeven moment een woning, krijgen een soort inkomen, krijgen allerlei hulp op een hele andere manier. En dat doet veel pijn bij de ouderen. Ja, maar het proces van wat deze mensen hebben doorgemaakt is heel vergelijkbaar. Weggaan uit een... uit je eigen land, weggaan van je eigen thuis, omdat je weet dat je terugkomt, dat heeft een begin en een einde. Om er vervolgens achter te komen dat je niet teruggaat, stopt dan de oorlog. Ja, dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je de film afspeelt, ze eigenlijk altijd tot hun dood toe in Nederland, in die wereldoorlog zaten. Omdat het voor hun pas afgelopen, de oorlog was voor hun pas afgelopen als zij weer terug thuis waren. Naar de Kei-eilanden. Ja, je moet willen vechten voor de vrijheid van een ander. Dat betekent dat je, voor mij betekent dat dat je onder ogen moet willen zien, hè, wat het betekent om niet vrij te zijn. Wat het betekent voor mensen om in een situatie van onderdrukking te leven. Maar ook dat het van jou vraagt om iets wat je zelf misschien niet mee eens bent. Hè? Om toch de ander de vrijheid te gunnen, geven of laten. Om daarvoor op te komen of dat te verwoorden, dat uit te spreken. En dat vraagt van ons allemaal om hier bij tijd en wijde te verdiepen in wat het is als die vrijheid er niet is. We kunnen niet zomaar zeggen van, joh, ga door. Als je iets traumatisch hebt meegemaakt en zeker zoiets als een oorlog, dan kun je niet zeggen van, nou, probeer maar door te gaan. Nou, natuurlijk kun je proberen door te gaan. En dat is niet meer dan proberen, want je hebt zoveel ballast wat je met je meedraagt. Ja. Het is wel een schandaal dat ik hier voor het eerst sta. Sorry. Maar je hebt zo geleerd dat je niet belangrijk was enzovoort. En niet herdenken dat zelfs nu ben ik 76 en ik sta hier voor het eerst. Ik vraag me af of die oorlog wel afgelopen is. Ligt aan hoe je dat interpreteert. Tegenwoordig is er altijd oorlog, overal denk ik. Ik ken mijn Midden-Oosten. Oorlog. Ja, maar kunnen ze dan kind zijn? Ik denk dat oorlog nooit ophoudt.